Dag meisjes, vandaag heb ik eigenlijk een leuk filmpje voor jullie. Ik liet jullie ooit eens zien dat ik een Zin in Meer ambassadrice was en dus dat ik dus een Pantene haarreeks mocht testen. Nu, er is ook een andere site waarbij je kunt inschrijven om producten te testen en dat is trend.be, trnd.be. Ik zal het nog in de description box hieronder zetten. En ja, ik ben uitgekozen om producten te testen en ik wou jullie graag tonen aan jullie. Ik wou graag tonen aan jullie wat er eigenlijk in dat pakket zat. Het kwam in een bruine doos. Ik heb het zelf in een andere doos gestoken omdat ik dat op mijn werk heb laten toekomen. En ja, dan is het makkelijker om gewoon de stokjes los mee te nemen. Maar toch wou ik het jullie even tonen. Wat zit er allemaal in? Ten eerste een begeleidende brief, waarbij eigenlijk staat wat er in het pakket zit en een aantal producten om te testen. Dan zit er ook een projectboek in, waar eigenlijk alle informatie in staat. En ik weet niet of jullie al kunnen raden over welke producten het gaat, maar het gaat over de L'Oréal Paris Sublimist producten. Dat zijn eigenlijk producten voor vrouwen van rond 25 jaar die nog niet echt anti-rimpelproducten nodig hebben, maar zich wel eigenlijk willen beschermen ertegen en toch al kleine rimpeltjes willen aanpakken. En daarom hebben ze dus producten gestuurd om te testen. Dus dat was het projectboek. En dan heb ik ook nog een marktonderzoekboekje gekregen waarin ik de enquêtes die ik afneem kan noteren. En dan online ingeven en dan kan ik hier invullen of ik het al online ingegeven heb of niet. Dan zat er ook in, dit weet ik niet zo goed wat het is. Dit is om een enquête in te vullen. En dan moet ik die kaart geven aan de mensen, dus ik moet nog eens goed lezen wat het juist is. Zodanig dat zij zich ook kunnen inschrijven als trendonderzoeker. Dus, ik geloof dat het dat is. Dus als jullie hier zin in hebben, laat het mij weten. En dan kan ik een van die codes die hier staat meegeven aan jullie. Zodanig dat we alle twee extra punten krijgen, denk ik. Ja? En dan zaten er ook nog 10 foldertjes in om te geven aan de mensen die meetesten met mij, met de beschrijving van de Sublimist producten. Deze lijn bestaat eigenlijk uit 4 producten. Een serum, een crème, ik denk dat het een dag- en nachtcrème is, een BB-cream en een magische touch noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk een soort collageen filler, denk ik. Maar er zit geen collageen in, dus nee. Maar om de huid, een soort primer, laat het ons zo zeggen. En deze producten beloven van na een minuut al het huidoppervlak gladder te doen aanvoelen. En na een maand zou de tint egaler zijn en stralender. En na een week zou je poriën minimaliseren. En dat zou zijn omwille van 2 ingrediënten die ze in deze verzorgingslijn gestoken hebben. Nu, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Als jullie mijn reviews online zien komen van deze producten, dan zal ik wel uitleggen wat alles doet. En Trend is een community die de mogelijkheid hebben om producten uit te proberen. Dus moest je daarin geïnteresseerd zijn, laat het mij zeker weten, dan krijg je zo'n code van mij. Ik heb er 10, dus ik kan aan 10 mensen zo'n code bezorgen. En wat zat er dan in voor producten om te testen? Ten eerste, de hydraterende verzorging. Ik kreeg er hier 2 van. Eentje voor mij, deze. En eentje om uit te delen, want hier zit een spateltje bij om te testen. Dus ik vind persoonlijk de doosjes wel mooi. Nu, ik heb ze nog niet open gedaan, want ze zitten nog in het plastic. Dus ik ga eventjes open doen. Dat roze vind ik eigenlijk echt wel leuk. Het ziet er speels uit. En en het zou voor de mensen zijn van rond de 30, 35, 30 jaar. Dus ik heb het nu open gedaan. Straks zal het vooral weg. Nu moet ik eventjes opletten dat ik mooie foto's kan trekken. Oeh. Dat vind ik leuk.
hiervan boven vind je eigenlijk de spreuken van L'Oréal terug in, ik denk eigenlijk verschillende talen, ja. Because I'm worth it, omdat ik het waard ben, al die dingen. En dan als je het open doet, zit hier eigenlijk een mooie roze, eigenlijk geen roze pot, hoe noemt dat nu weer? Een ombre roze pot in. Met eigenlijk heel simpel Sublimist en van boven het merk. En de ingrediënten staan natuurlijk op de doos waarschijnlijk. Ja. En ook hoe het werd. Even zien. Ah, en dat vind ik ook wel tof. Er zit zo'n klepje op. Dus ik heb dat nu eigenlijk nog niet open gedaan. En ik ga dat vanaf deze week normaal gezien beginnen testen. En dan natuurlijk deze ga ik testen met mijn moeder en met mijn vrienden. Dat komt wel in orde. En dan heb ik ook nog de Magische Touch gekregen, dus eigenlijk die primer. En deze zou voor elke huidtint goed zijn, dus ik vermoed dat die kleurloos is. Maar ook dit zal ik jou al in een review laten weten. Ook hier weer het mooie, schattige, roze, elegante design. Met L'Oréal Paris erop. Ook hier de Because I'm Worth It, maar heel wat kleiner. En dan zit er, dat doet mij zo wat denken aan zo'n oogroller, een The Touch in. Instant vervagend. Ah, het is wel gewoon zo'n dopje. Dat is misschien wat minder, maar het zou ook wel werken. Dit dient voor zichtbare resultaten. Dit is eigenlijk echt puur om op de oneffenheden aan te brengen. En de zichtbare poriën, zodanig dat de poriën kleiner worden en de oneffenheden minder opvallen. Ja. Voor de rest heb ik hier niet meer informatie over, maar ik ga hier sowieso nog een review over schrijven, dus je komt het wel te weten. En dat was alles wat er in dat pakket zat. Dus de volgende weken zul je wel reviews zien verschijnen van de twee producten en ook wat ik eigenlijk vind van het Trint project zelf. Ik hoop dat je het uitspreekt als Trint, dat weet ik nu eigenlijk niet. En als je dit leuk vond, duimpje op. En als je meer filmpjes van mij wil zien, abonneer je op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dag.